Ze zijn er nu al. Hallo Koos, even aandacht. Hallo, iemand werk. Ja, ik hoor je. Nijpels heeft net gebeld. Die staat te bederven in een weiland met paarden. Daar zou jij een gesprek mee hebben, Koos. Ja, of je dat nu even wil doen, Dan moet je snel. Even snel naar de studio. Hij komt eraan. Schiet op, Koos. Dat is de voorzitter van het Wereld Natuurfonds. Die kan je niet laten wachten. Ben je er al? Ja, dan kom je. Schiet hem op. Goede, staat hij daar. Hij staat daar, dames en heren. Ed Nijpels, die voorzitter. De prachtige landschap. Dat moet hij toch zijn. Dat is hem, ja. Nee, dit weer niet. Nee, dat is een paard. Dit is hem. Goedenavond, meneer Nijpels. Nee, dat is een paard. Goedenavond. Koos, wacht. Dat is een paard. Dat zie je toch ook. Dat is hem. Goedenavond, meneer Nijpels. Hoort u mij? Postma. Waar staat u eigenlijk? Ik ben in de Blauwe Kamer bij Renen. Dat is op de grens van Utrecht en Gelderland. En dit is het eerste natuurgebied hier in Nederland wat helemaal op eigen benen staat. En waar ze dus een fantastische ontwikkeling heeft voorgedaan de afgelopen jaren. Dat is mooi, want er wordt zo vaak gedacht dat dat Wereld Natuurfonds... Er zit even een paard aan me nu. Ik moet even terug, ja? Geef maar met Postma. Ik zei dat er zo vaak wordt gedacht dat die organisatie met name in het buitenland werkt. Maar er wordt dus ook veel in Nederland gedaan. Dat klopt, ja. Wij geven een deel van het geld van de donateurs ook uit in Nederland. En dat betekent dat we hier de afgelopen jaren ook hard aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden. Samen met andere natuurbeschermingsorganisaties in Nederland. U bent als voormalig minister, meneer Nijpels van Vrom, ongetwijfeld een veelgevraagde man. Waarom hebt u voor dat Wereld Natuurfonds nou eigenlijk gekozen? Nou, als minister heb ik nogal veel in het buitenland gereisd. En als je daar die schitterende natuur ziet, dan wil je eigenlijk toch ook op een of andere manier daar naar de hand aan blijven meewerken. En het Wereld Natuurfonds is een van die organisaties die echt wereldwijd werkt aan honderden projecten. Het is ook een organisatie die niet alleen maar praat, maar die daadwerkelijk ook projecten uitvoert. En ik vond het eigenlijk een hele eer toen ik destijds werd gevraagd om voorzitter te worden van het Wereld Natuurfonds. Als we nou vanavond met z'n allen donateur worden, wat kan dat WNF dan doen met dat geld? Helpt het echt? Helpt het echt? Kom op, mijn Nijpels, helpt het of niet? Veel, want iedere donateur betekent in feite weer een stukje extra natuur dat wordt beschermd. Of in Nederland of buiten Nederland. Juist. We hebben die donateurs heel hard nodig. Zonder die donateurs zijn we niks. Ik hoop dus dat deze avond een fantastisch succes gaat worden. Ja. Weet u trouwens wat voor paarden dat zijn daar bij u? Het zijn konings uit Polen en ze zijn wild, maar ze zijn op dit moment in Nederland gedragen zich heel netjes. Buiten het feit dat er nu eentje aan mijn achterwerk zit. Ja, toch moet u daar Koos, even blijven staan. Koos, ik wil hem ook wat vragen. Wout wil ook wat vragen. Ja, meneer Nijpels. Nijpel, ja. Luister, je bent voorzitter van het Wereld Natuurfonds, maar ben je dat zelf... Dat is wat? Want ja, je bent zelf voorzitter van het Wereld Natuurfonds, maar ben je zelf ook lid? Ben je ook lid, donateur? Ja, ik ben zelf lid van het Wereld Natuurfonds. Jarenlang. Ja, dan kan je ook wel zeggen dat je burgemeester van Breda bent. Dat zeggen ze ook allemaal. Ja, dat zijn ze niet allemaal. Er is maar één van, gelukkig. Ja, gelukkig wel. Die paarden is Mr. Ed, het sprekende paard. Zit hij er ook bij, daar toevallig? Omdat je ook ja, Ed... die staat achter me nu op dit moment. Als je goed kijkt, dan ziet u hem. Nee, dat kan ik niet zien. Je staat ervoor met die dikke reet. Hoe kan ik dat nou zien? Heb je nog een pep talk of zo? Ja, ik hoop dat het een fantastische avond gaat worden. De voorbereidingen zijn in ieder geval heel goed geweest. Ja. Ik hoop dat we vanavond en morgen duizenden donateurs kunnen bijschrijven. Ja. We kunnen niet genoeg mensen hebben om het Wereld Natuurfonds en dat belangrijke werk te steunen. Ja. Dus bedankt alvast voor iedereen die aan deze avond heeft meegeholpen. En laten we er met z'n allen een fantastisch succes van maken. Oké, blijf je 48 uur met je poot in de stroom staan daar? Ik ga dat denk ik wel vol, ja. Je huid vol, mooi. Oké, bedankt voor het babbelen, Eetje. Dag weer, Regenwoud. Tot ziens. Dag, Eetje. Tot Koos, ziens. Koos, jij weer. Oké, dat was dan alles. Dank u wel, meneer Nijpels. Niet alleen de Gelderse Poort... En dank u wel, meneer Regenwoud. En dank u wel, meneer Regenwoud. Dank. Niet alleen in de Gelderse Poort heeft het Wereld Natuurfonds de natuur weer de ruimte gegeven. Nee. Overal, dames en heren, in de wereld probeert dat Wereld Natuurfonds dat te doen. Voor deze actie zijn 12 bedreigde dieren uitgekozen als symbool voor het wereldwijde werk van het Wereld Natuurfonds. Elk dier is door een bekende wereldburger geadopteerd. Brigitte Bardot vertelt u bijvoorbeeld meer over de bruine beer, Kim Wilde over de eland en Nana Mouskouri over de papegaai. Met hen en vele anderen gaan we hier in Nederland de komende 28 uur voor deze 12 dieren in het bijzonder actie voeren. U kunt ervoor zorgen dat er voor hen een toekomst in onze wereld is weggelegd. Ja. Daar zijn heel veel nieuwe donateurs voor nodig. Als hier tijdens deze actie komen, kan het Wereld Natuurfonds projecten waar de volgende dieren symbool voor staan, realiseren.